Willem II dan misschien toch ook wel profiteren van wat wanordelijkheden bij Vitesse. Dat zo door elkaar gehusteld is. Vitesse won met 1-0 van PEC. De doelmaker van dat duel, Baden Frederiksen, zullen we niet terugvinden bij de eerste elf. Want de trainer van Vitesse, Thomas Letsch, heeft wat lopen husten. Hij is wel weer terug, was tegen Anderlecht natuurlijk geschorst op Penda. En staat nu in de basisopstelling. Willem II, Heerkens centraal achterin. Dat heeft alles te maken met de schorsing van Bergström. Die kreeg rood. Willem Reuter deze week teruggehaald naar Tilburg. En meteen eerste keeper. En Robin Ruiter, de keeper die vorige week het doel verdedigde tegen Feyenoord. Niet bij de selectie. Dat is een beslissing van Grim geweest. Omdat Ruiter weliswaar goed meetrainde. Maar ja, het is toch een tikkie voor een keeper als er één vervanger voor hem wordt gehaald. Sterker nog, die staat binnen een paar dagen gewoon in de basis. Nunnally. Even vasthouden, toch mag daarna nog door. Bero aan de linkerkant. Dit is Openda, die krijgt het net niet mee. Bero nu nog wel. Geen buitenspelmogelijkheid voor Vitesse om gevaar te stichten. Kan nog steeds. Moet dan gebeuren via Japi. Dat is dan een einde wat je niet verwacht van een langlopende aanval bij Tanane. Openda wegstuurde. Dat was de mogelijkheid geweest om Willem II echt pijn te doen. Het heeft even geduurd, maar de vrije trap kan worden genomen. En dit is het resultaat. Uiteindelijk het schot van Keun. Hayek. Sadiki. Zo'n balletje die ertussen invalt. En Sadiki feller is dan Witek. En krijgt heel Vitesse daar dan spijt van. Bijna wel. Want er was een mogelijkheid voor Willem II om af te drukken. Overtreding. Tanane op Keun. Nadat Sadiki feller was dan Witek. Hier de mogelijkheid voor Vriet. Hij had dan iets te veel tijd nodig. Vriet. Ja, ja, heel makkelijk. En de voorsprong is er voor Willem II. Ik wil niet zeggen volledig ongedekt, maar dat scheelde nog niet veel. Om die kwalificatie mee te geven aan deze goal. Jensen schiet zichzelf in het gezicht en daar kan Openda dan wellicht van profiteren. Goede reactie van Wellenreuter. Serieuze kans voor Vitesse. Als Jensen zichzelf in het gezicht schiet en Openda zijn lichaam goed gebruikt. Korte hoek, redding van Wellenreuter. Keun Vriet, ja, oeh. Op de lat, maar de vlag gaat omhoog. Ik denk dat Schubert er nogal aan heeft gezeten, de keeper. Voordat hij op de deklat kwam, maar het was buitenspel van Vriet. Dat zal net aan zijn. Openda. Misschien van de voorste mensen, degene die het meest diep verwacht dan toch, maar die komt dan ook vaak in de bal. Witek. Schot gaat ruim naast. Oros. En dan kan Willem II eruit met Keulert, met Zaglam. En Nunnally, geen buitenspel. Nunnally langs de keeper. Het doel is leeg en verlaten. En de 2-0 is daar.
Shane Nunnally. En er zal natuurlijk worden gekeken of het wel of geen buitenspel was. De vlag blijft in ieder geval omlaag. En hier is het zeker geen buitenspel. Zeker geen buitenspel. En dan houdt de keeper zich nog even in, Marco Schubert. Maar staat het wel 2-0 voor Willem II. En dat is gezien het verloop van de eerste helft en het magere optreden van Vitesse helemaal niet zo raar. Ja, de eerste warmlopers melden zich al bij Vitesse logischerwijs, want er zal ingegrepen worden. Omdat er misschien aan de voorkant te veel ingegrepen is. Tanane. Japi. Bal voor en... Oef. Daar is geen communicatie en dus grijpt Ulrik Jensen in. En omdat hij zijn mond waarschijnlijk dicht hield. Want deze is natuurlijk altijd voor de keeper. Maar dan moet hij dat wel even zeggen. Tanane. Op wippertje. Ik hoop dat Oros daarbij kwam. Dan van Keijer tegen de tegenstander op. Biro rommelt wat en rommelt die bal net naast. Vriet. Toch weer Vriet. Ook. Ja, daar gaat zoveel mis bij Vitesse achterin. Om misverstanden te maken, maar ook voor een flink deel ook met onkunde. Hier lijkt het opgelost, dat blijkt het niet. En dan komt deze bal voor en dan laat Oros die bal lopen. En komt Schubert daar niet bij. Tanane. Tanane. Met Keun. Nu wel ruimte voor Biro. Om de bal voor te geven. Oh, Benda! En dit is dan misschien nog een van de gevaarlijkste momenten uit de eerste helft van Vitesse. De eerste helft die bij deze ook beëindigd is. Tanane. Oh, richting Openda. Meenemen. Openda nu scoren. En dat doet hij net niet. Maar is er dan vervolgens sprake van een overtreding op Openda? Als keeper... Uitgespeeld is wel een Reuter. Het was een heel dikke kans voor Openda. Niks aan de hand verder. Het is een corner. Tanane, daar komt wel een Reuter. Duwt hem naar voren. Daza en die bal aangeraakt. Ja, dit is buitenspel. Bal aangeraakt door Openda. En nou was het Hayek die buitenspel stond. Frederiksen door op Openda. Keun. Tanane voor het schot. Dat gaat naast en Tanane bij het schieten toch nog even geraakt. Wel ruim langs Jonk mogelijkheid voor Jabot. Om weer eens wat op te zetten voor Vitesse. Jabot, links. Of steken richting Openda. Dat is ook prima. Openda breed. En daar is het 2-1. En weer scoort Nicolai Baden-Frederiksen. Openda buitenspel. Daar zal naar gekeken worden. Er is verschil waarneembaar. En dus gaat het feest niet door. Het is buitenspel. Het is buitenspel. Dus er gaat een streep door de 1-2 van Frederiksen. Hierkens. Mogelijkheid om te schakelen met 4 tegen 3. Keulert. Schiet dan. Verrassend, zeker. Maar niet doeltreffend.
Svensson. En langs Svensson. En dit is de genadeklap. Het is afgelopen. Het is 3-0. En het is de goal van Wesley Spierings die daarvoor zorgt. En waar de hele tweede helft Vitesse op zoek was naar een treffer, krijgt Willem II dat voor elkaar. De vrijheid van Spierings. Deze actie van Svensson prima langs de man. En dan deze van teruggetrokken voorzet. Kan worden binnengewerkt. En kijk, Grimmers blij zijn. Want dit zijn 3 punten. Keun. Keulen terugleggen. Ja, en dan bijna de 0-4 nog. Kan alsnog. Ja, keren draaien. Wietek krijgt de bal van de doellijn. Het schot van Jonk gaat vervolgens nog naast. Maar daar was Willem II nog dichtbij een volgende treffer. Svensson. Svensson. En misschien nog eentje voor nog meer vrolijkheid. Nee, deze gaat naast. En dan zit de wedstrijd erop. En wint Grim deze wedstrijd. Wint Willem II deze wedstrijd. En komt Vitesse, die enorm slechte eerste helft, niet meer te boven. En is dus ook duidelijk in Arnhem dat je niet straffeloos zomaar een mannetje op 4-5 kan wisselen. Omdat je in drukke Europese weken zit. Het is een dreun van je welste voor Vitesse.